Robin Lauwers is de man rechts in beeld en hij zit aan tafel met technisch manager John de Jong om zijn contract te tekenen, afgedwongen na een stageperiode bij Jong PSV. Ja, zeker een belangrijk moment. 6 weken geleden ben ik begonnen hier met het doel om een contract te krijgen. En ja, als ik nu hier sta, is het toch wel een mooi moment dat hard werken beloond is. Ja, want je hebt het, en John de Jong zei dat net al, zelf afgedwongen. Inderdaad, ja. Zoals ik zei, ik ben hier aangekomen door Roland Vrolen, scout. En heb ik de kans gekregen om een stage te doen hier. En dat zou 2 weken duren. Dan zouden ze kijken van oké, gaat het goed, gaat het niet goed, gaan we verlengen. En uiteindelijk, ja, na 2 weken is er een aanbieding gekomen. Dus dat is mooi. Want je hebt in februari volgens mij een hele belangrijke, misschien wel moeilijke stap genomen door te vertrekken bij Willem II. Dat was inderdaad een heel moeilijke stap, want ja, uiteindelijk heb ik 8 jaar gespeeld bij Willem II. Eerst in de jeugdbeleiding, toen doorgestroomd naar het eerste elftal. Helaas niet kunnen doorbreken. Alleen ja, op een gegeven moment kreeg ik wel te horen van ja, kijk, het ziet er niet goed uit in de toekomst. Dus ja, misschien is het slim om in de toekomst een keuze te gaan maken of je wilt blijven of niet. En dan heb ik heel snel gehandeld en gezegd van ja, kijk, dan gaan we contract ontbinden. En kijken voor een nieuwe club waar ik een basis kan leggen en voor het volgend jaar. En ja, dat is nu dus gelukt en dat is mooi. Je trof hier nog een aantal oude bekenden. Inderdaad, ja. Ik heb met een aantal mensen hier gespeeld. Bij Willem II dan, met Zacharia Bokal. Heb ik 1 jaar samengespeeld. Met Lenny. Lennart Daneels. Heb ik vroeger bij Willem II nog gespeeld, 1 jaar tijd. Hetzelfde als Justin Lomwijk. Dus het was leuk om die mensen terug te zien en samen te trainen. Heb je hen van tevoren gepolst of er iets te halen viel hier? Nee, eigenlijk niet. Ik had een paar dagen voordat ik hier kwam trainen, had ik aan Lennart gevraagd van hoe zijn de trainingen hier eigenlijk? En ja, dat was heel, ja, er werd niet veel voor gezegd van hoe het precies was. Alleen, het was wel even leuk om te horen van ja, ik kom even mee trainen dus. Wat zijn je plannen? Welke stappen heb je in gedachten? Wat heb je misschien wel afgesproken hier? Ja. Ik denk dat het voor mij heel belangrijk is om eerst een goede voorbereiding neer te zetten. Ik heb nu denk ik een goede basis neergelegd in deze weken dat ik hier getraind heb. Het is belangrijk om deze weken door te trekken, om het seizoen goed af te sluiten. En dan is het voor mij gewoon goed om ja, voorbereiding te spelen, wedstrijdritme op te doen, want ik heb toch al even geen wedstrijd meer gespeeld. En ja, van daaruit moet ik gewoon kijken van oké, kan ik het niveau aan? Kan ik minuten maken in het betaalde voetbal, wat ik nog niet heb? En ik denk dat daar heel belangrijk is, dat ik die stappen eerst zet en van daaruit kan ik verder kijken van oké, kan ik de stap naar het eerste elftal maken, kan ik minuten gaan maken, kan ik trainingskamp meegaan. Dus dat is voor mij hoe het er een beetje uitziet op dit moment.